Beste mensen, ik zeg het Ingrid na. Wat super fijn om jullie weer op deze wijze te ontmoeten. En wat ik net merkte, dat is dat jullie dat volgens mij onderling eerlijk gezegd ook wel vinden. Zoals het ook fijn was dat we de leerlingen op school weer allemaal konden verwelkomen aan het begin van dit schooljaar. En het was me er wel een jaartje natuurlijk het afgelopen jaar. Misschien moeten we zeggen het afgelopen anderhalf jaar. En los van alle persoonlijke ellende die zo'n pandemie met zich meebrengt. En daar kunnen we heel veel over zeggen, gaan we nu niet doen. Maar wie had met een lange onderwijscarrière ooit gedacht dat onze leerlingen weer hunkerden om naar school te gaan? Dat is toch iets moois en iets nieuws. Wie had ooit gedacht dat de miljarden van het Rijk naar de scholen zouden gaan en dat we met nieuwe problemen te maken zouden krijgen, namelijk hoe krijgen we het geld in hemelsnaam allemaal besteed? Dat is ook iets wat aan deze pandemie gekoppeld is. We hebben veel gevraagd van ouders. We hebben veel gevraagd van leerlingen. We hebben heel veel gevraagd van onze mensen. En ik zou eerlijk gezegd dit verhaal willen beginnen met een welgemeend, ondubbelzinnig compliment aan iedereen in de scholen en ook aan jullie. We hebben het toch wel weer met elkaar gefixt. Het onderwijs is doorgegaan en dat verdient een groot compliment. En daar mag je best even voor klappen. Dat heet dan een applaus voor jezelf. Maar ook voor je medewerkers. Als bestuur van de VO-raad hebben we het uiterste gedaan om in intensief contact met jullie via webinars en op andere manieren elkaar te informeren. We hebben brieven gestuurd, we hebben informatie gedeeld, we hebben dat geprobeerd te doen op belangrijke momenten en intensief. Ingrid zei het al even, er waren natuurlijk allerlei discussies over besluiten die het kabinet moest nemen. En we hebben als VO-raad daar veel invloed op gehad. En het was tegelijkertijd ook wel moeilijk, want de vereniging was op een aantal terreinen natuurlijk best wel een beetje verdeeld over dat centraal examen. Hoe moet dat nou precies? Of wat is nou het goede moment om wel of niet helemaal open te gaan en leerlingen weer fysiek onderwijs te geven? Maar hoe dan ook, ik wil jullie ook danken voor de intensieve interactie tussen leden, schoolleiders, bestuurders en ons als vereniging. Hein en ik zijn toch een beetje als Peppie en Kokkie voortdurend achter dat scherm met dat webinar met jullie in contact gebleven. En dat hebben we naar vermogen gedaan. Ik denk dat de conclusie ook is, ondanks dat niet alles goed gegaan is, als de VO-raad niet bestond, zou je hem vandaag in deze crisis uitgevonden hebben. En we zijn er als vereniging sterker van geworden. Daar ben ik van overtuigd. Maar die pandemie heeft natuurlijk ook nog heel veel meer laten zien. Corona was toch een beetje, wat je zou kunnen zeggen, de contrastvloeistof voor de uitdagingen die we in de sector hebben. Bepaalde vraagstukken werden nog nadrukkelijker uitgelicht. Ik denk bijvoorbeeld aan de dalende leeskwaliteit onder leerlingen. Dat kwam toch nadrukkelijker onder de aandacht. En dat is een vraagstuk wat we niet mogen bagatelliseren. Ik denk aan de kansenongelijkheid die in zo'n periode weer toenam. Ik denk aan het leerlingwelzijn wat onder druk kwam te staan. En ik denk ook dat het hele vraagstuk van het lerarentekort, zeker in bepaalde vakken, in die periode nog weer eens pijnlijker zichtbaar was. En daar moeten we iets mee, met die uitdagingen. En tegelijkertijd was er ook iets in die pandemie wat misschien wel uniek was. En misschien is het wel de belangrijkste les van de afgelopen anderhalf jaar. En ik zou het misschien willen formuleren in termen van als de urgentie maar hoog genoeg is, dan is het aanpassingsvermogen van onze sector ongelooflijk groot. Toen ik 8 jaar geleden begon, waren er wetenschappers die zeiden van nou, weet je, maak je niet al te veel illusie.
Deze sector is beleidsresistent. Of in gewoon Nederlands, je kan bedenken wat je wil, maar het gaat gewoon op dezelfde manier door. Dat is gelogenstraft. Als de urgentie hoog genoeg is, lees, de scholen gaan dicht, dan zijn we in staat om de wissel heel snel met elkaar om te zetten. En dat verandervermogen, dat zou ik zo graag vast willen houden. Want er zijn een aantal innovaties nodig om onze leerlingen het best denkbare onderwijs te geven. En ik gun het ons en onze sector om er niet elke keer een pandemie voor nodig te hebben, dat die urgentie zo sterk is dat we tot die veranderingen komen. Wat de pandemie ook wel liet zien, dat is de noodzaak om tot een uitmuntende digitale infrastructuur te komen. Want dat is echt nodig. En dat brengt ons ook tot nieuwe vraagstukken. Vraagstukken die te maken hebben met de privacy en de veiligheid. En dat is echt een urgente kwestie. We zullen ook met elkaar een visie moeten ontwikkelen op wat we op dit terrein, de digitalisering, zelf doen. En dan graag in gezamenlijk verband of in coöperatief verband. En welke mate van afhankelijkheid van de grote techbedrijven wij acceptabel vinden, of niet. En dat is echt een hele belangrijke discussie voor de komende periode. Sprekend over digitalisering is natuurlijk ook wel weer een les van de afgelopen periode. Dat zeker toen de leerlingen weer naar school gingen, voor de meeste leerlingen in ieder geval geldt. Ja, dat het fysieke onderwijs, het onderwijs op de school, toch het best denkbare onderwijs is. We zijn er denk ik toch nog wel weer nadrukkelijker van overtuigd. Dat onderwijs in de kern de ontmoeting is tussen een leerling en een leraar. En natuurlijk, dat kan ook op een andere manier. Dat kan in een andere vorm. Er zullen meer maatwerkarrangementen op dit terrein met nieuwe digitalisering mogelijk zijn dan in de periode voor corona. Maar ik denk dat dit toch een belangrijke les is. Ik werd vorige week, en misschien jullie ook wel, getroffen door de uitkomst van een onderzoek van het RIVM. En het RIVM zei daarin dat in een representatief onderzoek onder Nederlanders de conclusie was dat de sluiting van de scholen de minst populaire kabinetsmaatregel was uit die periode. Minder populair dan het sluiten van de horeca of de avondklok. En dat moeten we ons ter harte nemen. Dat hoort bij die maatschappelijke opdracht die we met elkaar te vervullen hebben. We hebben daar ook in het bestuur over van gedachten gewisseld. En dat brengt ons eigenlijk misschien bij een logische, maar toch niet onbelangrijke belofte aan de samenleving. En die belofte is: het onderwijs zal altijd doorgaan. Is van hoge kwaliteit in een veilige omgeving, pandemie of niet. Dat is denk ik ook een belofte die we met elkaar moeten waarmaken. Maar daar zijn twee uitgangspunten cruciaal voor. Twee randvoorwaarden die vervuld moeten worden. Ten eerste, dat vraagt om een digitale infrastructuur die klinkt als een klok, waar leerlingen, alle leerlingen, beschikken over devices, zoals ze vandaag de dag beschikken over boeken. En dat vraagt om een investering van de overheid. Van ons, twee, vraagt het om het vasthouden en het versterken van de creativiteit en de flexibiliteit om te leren van deze crisis en het onderwijs zo te organiseren dat dat allemaal kan. In school, fysiek, bij voorkeur natuurlijk, kan soms ook, zijn prachtige voorbeelden van buiten de school, ook fysiek. Als het niet kan fysiek vanwege de veiligheid, dan online of hybride. Maar uiteindelijk is met elkaar, als aan deze randvoorwaarden vervuld is, de belofte aan de samenleving: het onderwijs zal altijd doorgaan. Want zo belangrijk vinden wij het. Zo belangrijk is het voor leerlingen
dat zij daar niet van verstoken mogen blijven. En dat zou voor mij de kernboodschap van vandaag 4 juli ook naar buiten zijn. Het onderwijs zal altijd doorgaan, pandemie of niet. Jullie zijn intussen weer een week of 4, 5, 6 op de scholen bezig. We hebben daar die leerlingen allemaal weer om je heen. Dat moet een goed gevoel zijn voor jullie en voor je medewerkers. En velen zijn bezig met de uitvoering van het NPO, het Nationaal Programma Onderwijs. Die miljarden waar ik het al heel eventjes over had. En we hebben een menukaart waar veel ruimte en vrijheid voor scholen in zit om interventies te bedenken, om iets te doen aan die vertraging die via het onderwijs is opgelopen. Met een grote variëteit waarin recht gedaan wordt aan die grote variëteit aan leerlingen. Of het nou leerlingen zijn die meer een praktische talenten hebben of de leerlingen die algemeen vormend onderwijs volgen. Dat zit allemaal in de menukaart. En over dat nationaal programma is heel veel te zeggen. Dat zal ik vandaag niet doen, daar hebben we geen tijd voor. Kunnen we ook nog wel informeel doen. Maar ik zou daar even 2 dingen uit willen lichten. 1 is dat ik heel veel in de sector gehoord heb en zeer begrijpelijk. Ja, met al dat geld, het ontbreekt ons aan handen om uiteindelijk in de klas, in de school, die achterstanden wat meer in te lopen. Daar is veel creativiteit over. Ik zou er 1 element aan toe willen voegen. Wij hebben, Hein en ik, aan het begin van dit kalenderjaar met de VSNU, de Club van de Universiteiten, afspraken kunnen maken over het ter beschikking stellen van studenten, toen nog om hen, de leerlingen, te begeleiden op weg naar het eindexamen van mei en juni. Er zijn 2000 studenten beschikbaar via studentinzetopschool.nl, studentinzetopschool.nl. 2000 studenten beschikbaar om de scholen, de leerlingen op die scholen te helpen, de leraren te ondersteunen, om op een bepaalde manier bij te dragen aan bijvoorbeeld de uitvoering van interventies in het kader van het NPO. Daar zijn er door de scholen 500 van benut. 1500 nog niet. Het is een mogelijkheid die ik bij jullie onder de aandacht breng, simpelweg vanuit 2 redenen. 1, je hebt er wat aan, je hebt handjes. En 2, het is misschien ook een manier om deze talentvolle mensen te interesseren voor het onderwijs in een tijd dat er niet meer, maar alleen maar minder academisch geschoolde leraren in het voortgezet onderwijs zijn. Dus ik zou jullie dat mee willen geven. 2, we hebben met het kabinet af kunnen spreken dat er een lichte vorm van verantwoording is over de NPO-middelen. En dat is noodzakelijk, licht, maar wel doen. Verantwoording is natuurlijk essentieel als je zo'n groot bedrag krijgt van de Rijksoverheid. Maar het wordt natuurlijk ook gemonitord. En dan moet ik ietsje strenger gaan kijken, zoals jullie heel af en toe van mij gewend zijn. Dan moet ik ietsje strenger gaan kijken, omdat als er dan een vragenlijst komt vanuit de Rijksoverheid naar de scholen over hoe het ervoor staat, wat je gedaan hebt, redelijk overzichtelijk allemaal, dan blijkt nu kort na de deadline dat 60% van de scholen die vragenlijst invult. En ik zeg u eerlijk, dat vinden we met elkaar te weinig. Ook 80% is te weinig. Zelfs 90% is te weinig. Ik zou u echt willen aangeven, vul dat soort vragenlijsten in. Laat je goed monitoren in de ontwikkeling van dat nationaal programma. Het feit dat al die miljarden naar de hele sector gegaan zijn en er dus een substantieel deel ook naar onze sector gegaan is, is niet onomstreden. En hier geldt echt wel dat niet alleen maar dat geld gekoppeld wordt aan de verantwoording, dat is natuurlijk belangrijk, maar willen wij naar de samenleving beloftes kunnen waarmaken, willen wij naar de samenleving met droge ogen kunnen pleiten voor structurele investeringen, dan zullen we natuurlijk ons ook kwetsbaar op moeten stellen door te laten zien wat we met dat geld doen. Het lijkt een vanzelfsprekendheid, het is het nog niet. En dit punt zou ik toch graag ook even gemaakt willen hebben. Ik sprak al even over structurele investeringen. Want dat NPO,
Nog even los van de vraag of het is voor 2 jaar en misschien wordt dat nog wel 3 of 4. Daar heeft u ook zo uw gevoelens bij en dat begrijpen we natuurlijk donders goed. Dus daar zijn we ook over in gesprek. Maar dat laat onverlet dat er natuurlijk ook structurele investeringen nodig zijn om het onderwijs op niveau te brengen. 2,5 jaar geleden stond ik hier voor de laatste keer in zo'n groot congres. En toen hield ik een verhaal wat ging over de uitdaging om in dat hele onderwijsveld met elkaar de handen ineen te slaan. Van leerlingen via leraren, ouders en alle raden. En dat is ook gelukt. Om te zeggen, laten we nou kijken of we die toekomst met elkaar vorm kunnen geven. Dat is neergeslagen 1,5 jaar geleden in een prachtige discussienota. De toekomst van het onderwijs, waar veel van die ambities staan. Van de kinderopvang tot en met de universiteiten. Van het jonge kind, het leven lang ontwikkelen, de vroegselectie en al die thema's die staan daarin. Dat heeft invloed gehad op de verkiezingsprogramma's. Dat lijkt alweer een hele lange tijd geleden. Het heeft invloed gehad op de politieke discussie die daarna gevoerd is. Deze zomer zag ik het stuk van VVD en D66, waarin over het onderwijs het volgende staat. Wij willen het beste onderwijs van de wereld en de kansengelijkheid bij de wortel aanpakken. Hoe mooi kan je het opschrijven? En dat vraagt in dit kader, en ik noem er nu even 3 elementen, licht ik er even uit, die voor ons toch vrij cruciaal zijn als VO-sector. Wij willen dolgraag een geactualiseerd curriculum waar de overladenheid uit is en waar meer aandacht is aan bijvoorbeeld vraagstukken die met leesvaardigheid te maken hebben. Wij willen geen incidentele, maar structurele investeringen in het verminderen van de werkdruk, in het aanpassen, pakken, CQ oplossen van het lerarentekort en de professionalisering van startende leraren. Want ook daar hebben we nog veel te doen. En 3, wat zouden we graag willen dat het kabinet ons de ruimte biedt om leerlingen later te selecteren en beter te kunnen differentiëren. Daar hebben gerenommeerde instanties als de Onderwijsraad, het Sociaal Cultureel Planbureau, ondubbelzinnig duidelijke adviezen over afgegeven. En iedereen die die documentaire Klassen een klein jaartje geleden gezien heeft, weet nog wat er gebeurt als je dat niet doet. En wat voor stress en ellende dat 10-11-jarigen geeft. Kortom, wij zouden heel graag een kabinetsbeleid zien wat hier een reactie op geeft. Als we echt dat beste onderwijs van de wereld willen, dan hebben we onder andere dit soort dingen nodig. Dat vraagt om moedige besluiten, want het gaat niet om klein bier. En wij zullen ons daar ook toe moeten verhouden. En ooit, misschien vanmiddag met een kleine doorbraak, maar ooit zal dit land weer een regering hebben. En onze oproep is dat die regering dan in ieder geval deze structurele investeringen ten faveur van onze leerlingen gaat doen. Tot slot. Tot slot, toen ik 8 jaar geleden begon, toen wist ik het wel in mijn hoofd. Het onderwijs is de kurk waar de samenleving op drijft. Maar ik ben het de afgelopen jaar gaan voelen. Ik ben het gaan verinnerlijken. Ik ben van het onderwijs gaan houden. Ik heb het onderwijs in mijn hart gesloten. En ik ga weg, maar ik ben nog niet weg. Dus ik geef jullie, en dat permitteer ik me dan nog maar even, nog 2 dingen mee. De eerste is, blijf je medewerkers koesteren. Zeker, ze zijn af en toe lastig. Ze klagen. Soms klagen ze een beetje te veel. Maar goed, de maatschappelijke waardering voor het leraarvak haalt het niet bij de geleverde prestatie. Dat imago van het vak, dat moet omhoog. Maar laten wij in ieder geval onze medewerkers
de waardering blijven geven die ze verdienen. En bij leiderschap hoort ook dat ondanks het feit dat je het er soms niet mee eens bent, dat je je erin verdiept en dat je begrijpt waarom ze klagen als ze klagen. En ze klagen natuurlijk lang niet allemaal. 2. Onze scholen hebben heel veel vrijheid en ruimte. Dat is terecht. Want ik ben er diep van overtuigd dat het concept van ruimte en vrijheid in combinatie met lumsum het best denkbare onderwijsconcept kan zijn. Maar dan is die ruimte en die vrijheid wel gekoppeld aan vormen van verplichting en natuurlijk het afleggen van verantwoording. Dat hoort daarbij. Ik zei er net een paar zinnen al over toen het over het NPO ging. En de uitdagingen waar wij voor staan als sector, de maatschappelijke opdracht die we hebben, zijn zo groot dat veel van die vraagstukken niet alleen op schoolniveau op te lossen zijn. Veel wel. Maar wat ik u mee wil geven, dat is dat naast het feit dat u dag in dag uit op de school bezig bent en daar verantwoordelijkheid neemt en leiding geeft, blijf je realiseren dat we bezig zijn een publiek bekostigde maatschappelijke taak aan het uitvoeren zijn die op cruciale vraagstukken, ik denk aan de krimp, ik denk aan de digitalisering, ik denk aan het lerarentekort, eigenlijk in toenemende mate alleen maar samen op te lossen zijn. En die samenwerking tussen de scholen zal af en toe schuren. Vraagt iets van identiteit of alles wat daarmee te maken heeft. Autonomie, ook zo'n veel gebruikt woord. Maar laten we die samenwerking versterken. Ik ben van het onderwijs gaan houden, omdat ik heel veel op die scholen geweest ben en me heb laten inspireren door iedereen die daar les krijgt of werkt. Maar ook in de interactie met jullie allemaal. De afgelopen 8 jaar. En daar wil ik jullie heel veel voor bedanken. Ik heb het met ongelooflijk veel plezier gedaan. Fijne dag verder. Dankjewel, Paul. Ja. Voor deze mooie woorden.